Dennis van den Brink zit dit jaar voor het eerst bij de Young Riders. Hij mocht na zijn goede prestaties mee naar het EK. Maar een blessure van zijn paard gooide roet in het eten. Ja, dit jaar was mijn doel eigenlijk het EK. En om in het team te komen en individueel een podiumplek. Maar 3 dagen voordat we weg zouden gaan hadden we laatste training bij Sven. En toen had ik 's ochtends een buitenrit gemaakt en 's middags zou ik hem uit de stal halen en toen was die kreupel rechts achteraan. Dus dat ging niet door. En wat doet dat dan met jou? Dat je dus, je hebt het gehaald en dan uiteindelijk komt er net zoiets tussendoor. Ik vond het wel jammer, maar ik vond het niet zozeer jammer dat ik niet naar het EK kon. Want ik heb al 2 EK's gereden en ik vond het meer jammer dat ik zeg maar dat paar 3 of 4 maanden duurde voordat ik weer met hem kan beginnen. Dus dan ja, moet je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Toch ziet hij 2012 niet als een verloren jaar. Samen met mijn ouders en mijn zus veel internationale wedstrijden af geweest. En ook nu, omdat de jongrijders zijn, hebben we ook 2 of 3 3-sterrenconcoursen gedaan. Zodat we ook een beetje meer aan de hoogte wennen. Dennis komt uit een echte paardenfamilie. Hij is op jonge leeftijd begonnen met paardrijden. Ik heb de ponies reed ik ook altijd wel goed. Maar we hadden nooit echt zo dat het hoger moest, zeg maar. We deden meer echt voor de lol en zo. En we reden gewoon elke week op de club. En met de paarden aan het begin ook. Ik heb heel lang B gereden en L en mijn zus ook. En het was nooit echt de bedoeling, dat hadden mijn ouders ook niet. Dat internationaal gingen elke week en zo. Dat hadden ze nooit gedacht van zichzelf dat ze dat zouden doen. Je zit nu het eerste jaar in Young Riders. Hoe bevalt dat? Ja, dat is eigenlijk wel goed bevallen. Vorig jaar, ik denk als ik dit jaar weer bij de junior had gezeten, dat het niet zo leuk was. Omdat je bent een beetje uit die hoogte gegroeid, zeg maar. Doordat je ook een beetje 3 sterren hebt gereden. En dit is wel weer een nieuwe uitdaging. En je weet van je paard dat hij het kan. En, dus dan is het altijd leuk om daar weer een nieuw doel voor te stellen. En met nieuwe hoogtes en nieuwe concurrenten en nieuwe uitdagingen. Elke jonge sporter heeft zijn idolen. Dennis zag die van hem onlangs nog op het hoogste niveau. Ik was met het Rabo talententeam waren we naar de Olympische Spelen geweest en in Londen en daar hadden we de landenwedstrijden gezien. En als je dan Marcus Eening ziet rijden, dat is wel het mooiste van allemaal, vind ik. Dat aan die, ja, gewoon zeg maar lesgeven of zo. Als je dan, ja, als je dat rondje afspeelt, dan kan iedereen nadoen, zeg maar. Want hij doet gewoon alles precies perfect zoals het moet. En waar zie jij jezelf over een jaar of 5? Ja, dat ligt eraan. Wat de paarden die het nu doen, die doen het erg goed. Maar we moeten kijken tot hoe ver ze kunnen en hoe hoog en waar ze in toe staat zijn. En de jonge paarden ook, hoe die uitgroeien. En misschien dat er over wel een keer een sponsor langskomt. Dat zou ook leuk zijn natuurlijk. Want voor mijn ouders is het ook niet haalbaar om paarden echt, als ze op een gegeven moment zeg maar een keer 1,50 lopen, 1,55, dan is het niet haalbaar om die te houden. Fantastische reden, Dennis van den Brink, Royal 3 van Doorzitter 2.